Midden in de prachtige stad Leeuwarden ligt Fletcher Hotel Paleis Stadhouderlijk Hof. Heerlijk om hier een paar nachten te verblijven, want vanuit het hotel vind je op loopafstand werkelijk alles wat je van een historische stad mag verwachten. En bovendien ligt op steenworp afstand een werkelijk prachtig natuurgebied. Ik laat je allemaal zien, maar ik begin graag met de geschiedenis van dit hotel, want dat heeft namelijk een koninklijk tintje. Kom maar mee. Het hotel is gebouwd in de 16e eeuw. En is een rijksmonument. En deze Nassauzaal ademt adel. Een van de eerste bewoners was stadhouder Willem Lodewijk van Nassau. In de 18e eeuw werd het een pied-à-terre van de koninklijke familie. En hoe bijzonder, nu kan jij hier logeren. In de suites is de ambiance van vroeger nog in stand gehouden. Ja, hier slaap je prinsheerlijk. Zeker vanwege hedendaagse aanpassingen. Maar dat doe je natuurlijk ook in het moderne gedeelte, waar de kamers eveneens van alle gemakken zijn voorzien. En na de incheck kun je natuurlijk even heerlijk acclimatiseren in de Prinsentuin en eventueel de komende dag of dagen plannen. Wat een rust. Maar even bijkomen van de reis kan ook in de gezellige bar Bistro Duco, geopend voor ontbijt, lunch en diner. Later meer over de menukaart, ik laat je iets bijzonders zien. De kok van Duco is namelijk vereeuwigd in de gevel van het hotel. Het zou het startpunt kunnen zijn van een speurtocht naar dit soort miniatuurtjes. Ze hebben er 68 geplaatst door heel Leeuwarden heen. Je vindt ze tussen kieren, op vensterbanken. En het is hartstikke leuk om die te volgen, want dan zie je namelijk meteen wat van Leeuwarden. Er is een plattegrond met de vindplaatsen, want het valt nog niet mee om die 4 mm kleine kunstwerkjes te vinden. Maar wat een leuke stad is Leeuwarden trouwens. En dat gewoon direct achter het hotel. Oude straatjes, leuke winkels. Het Fries Museum. En het Keramiekmuseum. Met een heel bijzondere Escher-ervaring. Wil je meer van de omgeving zien? Er zijn bij ons e-bikes te huren. En op zo'n 7 kilometer ligt natuurgebied De Groene Ster. Waar je zelfs kan zwemmen. En dan na vele indrukken terug bij het hotel. Met nog meer leuks in het vooruitzicht. De dag kan je fantastisch afsluiten hier in Bar Bistro Duco. Waar je echt culinair kunt genieten. Want de meeste gerechten worden namelijk bereid in een speciale houtskooloven. En dat zorgt voor een hele specifieke rooksmaak. Zalig dus. Nou, ik hoop dat ik je een beetje enthousiast heb weten te maken voor Leeuwarden. En dat we je binnenkort mogen ontvangen in Fletcher Hotel Paleis Stadhouderlijk Hof. Op jouw verblijf hier.